verband met de EU-SELAC-meeting, welke gehouden zal worden in Suriname op 20 en 21 juni 2019, is er een webportal gebouwd. De webportal is bestemd voor een vlot verloop van de registratie en voor het delen van informatie in het verlengde van deze meeting. Op dinsdag 30 mei heeft de officiële lancering plaatsgevonden van de webportal. Vermeldenswaard is dat de Europese Unie, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied sterke historische, culturele en economische banden onderhouden. In dit kader dient gerefereerd te worden naar het strategisch biregionaal partnerschap dat in 1999 werd gelanceerd en de afgelopen jaren aanzienlijke successen heeft weten te behalen. In gemeen overleg en coöperatie zijn deze regio's nauw verbonden met elkaar aangaande onderwerpen van gemeenschappelijk belang en interesse en onderhouden in dit kader dan ook intensieve politieke dialogen op diverse niveaus. In the name of the European Union, I wish to congratulate Suriname on the role it has taken as the co-chair of the EU-CELAC Cooperation and Coordination Mechanism on drugs. This is the only time a Caribbean country took this role in 20 years. We are looking forward for the high-level meeting of the mechanism in Paramaribo in June 2019, in together with annual COPOLAD conference in Paramaribo. The European Union is indeed committed to the success of Suriname's fight against organized crime and drugs. It welcomes Suriname's participation in regional drugs project COPOLAD and is open to include Suriname in other projects such as the CCOP on port security. Since 2009, under the instrument contributing to stability and peace, the European Union has committed more than 50 million euros over 40 countries along the so-called cocaine route, through its flagship cocaine route program in efforts to fight both organized crime and drug trafficking. The cocaine route program was the first of its kind to think strategically about the flow of drugs along the cocaine route stretching from South America across the Caribbean and Africa to Europe. Under the cocaine route program, the concept was operationalized to provide support, technical advice, capacity buildings, and encourage coordination between countries situated along the route. The cocaine route program is now concentrating on its core trans-regional activities, such as AIRCOP, CCOP, and CRIMJUST. In particular, the new project CRIMJUST allows the cocaine route program to move beyond interdiction activities to supporting the disruption of criminal organizations or networks. I am sure the meeting in June towards a sustainable approach that will link health, police, justice, and international cooperation will be very helpful to strengthen the links between countries of production, countries of transit, and countries of consumption against the traffic that poison our population. Het is een prioriteit voor de regering Boutersen-Adien om dit grensoverschrijdende vraagstuk gezamenlijk met de internationale gemeenschap aan te pakken. Je kan het niet alleen, je moet het samen en vooral met partners. Het is dus daarom dat we met verenigde krachten beter in staat zullen zijn weerstand te bieden aan de bedreigingen voor de gezondheid en het welzijn van alle burgers en in het bijzonder onze jongeren en kinderen. Het Surinaams buitenlands beleid heeft zich gedurende de afgelopen 2 jaren gericht op het sluiten van partnerschappen met de focus op dit gebied. Ten einde dit doel te bereiken, wordt gestreefd naar het creëren van een breeddraagvlak door relevante overheidsinstanties te betrekken, waaronder de ministeries van
volksgezondheid, jeugdzorg, onderwijs, wetenschap en cultuur, sociale zaken, volkshuisvesting, sport- en jeugdzaken, evenals het bedrijfsleven, de werkgeversorganisaties en NGO's in preventie, behandeling en zorgsfeer. De lancering van het webportaal vandaag. Waarom is het van belang? Na die meeting toe welke gehouden zal worden in juni van het jaar, zijn er eens uitnodigingen uitgegaan, de deur uitgegaan. In Grenada zijn we zo proactief geweest om de mensen een save the day request aan te bieden. En ze zijn er allemaal vol van. Maar waar het eigenlijk om gaat, is dat door die lancering van het webportaal een betere registratie kan plaatsvinden. De logistieke zaken, ja, die kunnen beter worden afgehandeld. En het gaat om de bekendheid geven aan de te houden meeting. En voor Suriname is het ook van eminent belang dat men door het webportaal kan werken aan een stukje herpositionering. Aan het rebranden van het nationaal beleid op het drugsgebied binnen de EU-CELAC. Vanwege de verschillende raakvlakken met het welzijn van de mens, de staat en haar bevolking, verdient veiligheid een multidimensionale aanpak. Bedreigingen en uitdagingen zijn divers en hebben verschillende raakvlakken. Ze verdienen dus ook een integrale aanpak. Het gaat dus onder meer om de bescherming van de veiligheid van onze gezondheid, onze natuurlijke hulpbronnen, water, energie, het milieu en ook zo de economie. Wat hebben wij ook gezien? Dat nationale ontwikkeling niet kan bestaan zonder dat de nationale veiligheid is gewaarborgd. En dat is de taak die de directeur nationale veiligheid continu uitvoert. Met alle actoren in Suriname zorg dragen dat de veiligheid is gegarandeerd en dat zij zorg dragen voor de ontwikkeling van Suriname. Deze ontwikkelingsgedachte heeft ons ook geleid in de voorbereidingsfase en zal ook de rode draad zijn tijdens de EU-CELAC Coordination and Cooperation Mechanism on Drugs meeting in juni. Suriname heeft de ambitie om binnen dit mechanisme de stem te zijn die zich sterk maakt voor de integrale aanpak van drugs. Terwijl wij werken aan de indamming van illegale drugs en de criminaliteit daarvan, sturen wij aan tot een shift waarbij de focus gelegd moet worden op de mogelijkheid tot verbouwen, produceren en exporteren van medicinale drugsoorten. Wij gaan voor een positieve benadering van de regio, ons land, in de bestrijding van drugs, maar ook voor een positieve benadering van drugs, dat de medicinale kant ervan niet moet worden overzien. Als een van de belangrijkste actoren bij dit mechanisme zal hij zich nu officieel aanmelden.